mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Let's Play. En de update van vandaag is in Moorland. Dus we gaan even naar Moorland. En ik heb echt heel veel zin in, want ik heb het gisteren al gezegd dat ik heel graag weer missies wou. En de paardenmarkt dus ook, dus ik heb XXL missies. Dus ja, ik heb echt heel erg veel zin in. Ik ga dus echt even gelijk doen, want ik wil het echt heel graag nu doen. Dus we slaan eerst even alles over en gaan gelijk daar beginnen bij Tam. Nee, wacht. Ik wil eerst de Bobcat Girl winkel zien. Want ik vind die winkel, volgens mij is die winkel wel leuk, denk ik. Ik weet het niet, maar ik wil gewoon kijken of er leuke kleding is. En dan kan ik het een andere keer kopen. Alleen ik vraag me af waar die is. Ik denk in Moorland. Oh, hij is hier. Oké, mooi. Oké, even bij de Bobcat Girls winkel kijken. Oh, wauw. Oh, die is leuk. Oh my god, zijn zo leuke spullen dit. Oh my god. Oké, dit wordt het sowieso. Dit is zo gaaf. Oh, ik vind die Bobcat dingetjes echt leuk. Echt heel erg leuk. Oh, die vind ik ook heel leuk. Ik vind deze heel mooi, dus deze ga ik doen. Ik vind het zadel ook heel mooi. Oh, dat vind ik zo mooi. Oh, alles is zo mooi. Oh, wauw. Wauw. Ik vind het echt heel mooi. Oké, ik wil nu echt gauw mijn starcoins hebben. Het zijn echt wauw dingen. Echt van die wauw. Oké. Hey Daphne. Ik moest jou nog iets... Ja, ik ga nu wel verlezen hoor. Ik moest je nog iets vragen. Heeft Lorette jij verteld over een spook dat ravage aanricht op de verlaten boerderij? Inderdaad, die boerderij die in Nilmers Highland ligt. Daar wist jij al van? Oh, oké. Oké. Misschien heeft ze nog geen tijd gehad om met jij te praten. De reden dat ik hierover begin is omdat Loretta en ik eerder over spoken gesproken hebben. Hiermee bedoel ik natuurlijk niet te zeggen dat ik geloof dat spoken bestaan. Want wie gelooft er nu in spoken? Een 5-jarig kind misschien. Loretta heeft mij verteld dat zij haar warme paardrijhandschoenen heeft verloren op de boerderij en ik had haar beloofd om ze terug te krijgen, want ik geloof niet in spoken. Maar eigenlijk is het gekkenwerk. Maar waarom zou ik daar helemaal heen rijden? Omdat zij in spoken gelooft. Jij lijkt je te vervelen. Zou je misschien een kijkje willen gaan nemen? Ik hoor het wel als je een spook hebt gezien. Oké, dan ga ik even naar de boerderij. Oké, mensen moeten hier iets doen met daarheen gaan of zo in een rustig tempo. Oké, dit wordt echt een leuke missie. I think so, in ieder geval. Hier is niks. Hier heb je er eentje. Ja, oké. Oh, dat is echt heel leuk, deze missie. Dit vind ik echt leuk gedaan van Star Stable. Voortaan ga ik denk ik weer missies lezen. Dat is eigenlijk wel leuk. Ik vind het eigenlijk zonde dat ik het niet heb gelezen. Want dan heb ik eigenlijk het halve verhaal niet meegekregen. Maar ook heeft Charlotte het halve verhaal ook een beetje voor mij gemaakt. Omdat ik toen op vakantie was. En toen was ze zo lief om voor mij alle dingetjes te doen. Wacht eens even. Zijn dat de handschoenen van Loretta? Jij hebt ze dus bij de boerderij gevonden. Zij heeft dus de waarheid verteld. Mensen, ga niet in haar staan. Ga er gewoon omheen staan.
Excuses, ik dacht even hardop. Eerlijk gezegd weet ik niet meer wat ik moet geloven. Loretta vertelde dat ze de handschoenen hier had verloren en op de vlucht was voor een spook. Eerst dacht ik dat zij ons alleen maar aan het schrikken wilde maken. Natuurlijk zou ik daar niet in trappen. Duh. Ik vind het allemaal maar verdacht. Vertel het maar niet door aan Loretta. Maar Loretta gedraagt zich de laatste tijd nogal vreemd. Ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen, maar ze was gewoon niet zichzelf. Bijvoorbeeld dat hele verhaal over spook en dat zij niet mee wilde naar Jurvik City gisteren. Daphne! Stilte! Loretta is onderweg. Kun je haar niet achtervolgen en ontdekken wat er aan de hand is? Geweldig. Ik wist dat ik jou kon vertrouwen. Oké, we gaan Loretta volgen. Ik vind deze missie wel tof. Sorry, ik zit even niet meer te praten. Ik was eventjes van mijn apropos af. Nou, in ieder geval, ik zit even te kijken. Iemand vroeg mij een vriendschapsverzoek. Is oké. Oh, ik zit even helemaal niet op te letten. Zit ze hier? Oh, ja, daar. Waar ben jij mee bezig? Denk je dat ik achterlijk ben of zo? Dacht je dat ik niet zou merken dat je de hele route gevolgd hebt? Sorry hoor. Jij doet niet serieus. Jij hebt met Dan gepraat, of niet? Beken maar, Daphne. Ha, ik wist wel. Serieus, je mag niet zeggen tegen Dan, hoor. Beloof je dat? Ik kan je het echt alleen vertellen als je het belooft. En niet doorvertellen. Bedankt. Dan is binnenkort jarig. En ik als haar beste vriendin voel mij verantwoordelijk om een verrassingfeest te organiseren. Ik heb een paar dagen geleden op het idee gekomen toen ik een spannende film aan het kijken was. Ik vond die film heel eng, maar Tan leek hem alleen maar grappig te vinden. Daarom leek het mij een goed idee om haar ook een beetje voor de gek te houden. Je mag het wel wraak noemen, maar wel wraak op een leuke manier. Volgens mij dan. Ik heb geprobeerd om haar voor de gek te houden, door te zeggen dat het daar spookt. Aha, dus ja, zij heeft het tegen jou verteld en dus zij gelooft het echt. Zij gelooft het nog niet helemaal. Zij moet nog iets meer overtuigd worden. Ik heb bedacht om een beetje te decoreren, zodat het meer spookachtig lijkt. Als het klaar is, zal het makkelijk zijn om Tan voor de gek te houden. Laat haar doen geloven dat het spookt en dan mag het feest beginnen. Ik denk dat het cool kan worden. Wat denk jij? Dus wil jij mij helpen of niet? Ik neem een heel slokje drinken, hoor. Praat met Loretta. Jij wilt helpen? Dat is helemaal geweldig. Dit wordt het mooiste feestje ooit. Heel erg lief van jou om mij te helpen. Ik heb al zoveel ingekocht voor het feest dat ik bijna klaar ben. Het enige wat nog ontbreekt is een spook dat Donald de kleermaker zou maken. Ik had dat liever via internet besteld. Dat voelt toch een stuk veiliger. Maar ik heb van Justin gehoord hoe goed hij is. En als hij het zegt, moet het wel waar zijn. Donald heeft mij beloofd om het pakket meteen te sturen als het klaar is. Maar ik ben nog niet ontvangen tot op het heden. Ik hoop niet dat het pakketje ergens onderweg is vast komen te zitten. Kun je zelf kleed doorbreiden en derde vragen of hij de pakketjes heeft? Dan hoef ik namelijk niet op de post te wachten. Helemaal geweldig.
Oké, paardentaxi bellen. Oké, we gaan Dirk even vragen. Hey Daphne, geweldig dat je gekomen bent. Ik begon al in paniek te raken. Sorry dat ik soms weer fout lees. Wat heb jij eigenlijk dat je langzaam... Ik neem aan dat jij hier bent om de bestelling van Rettel op te halen. Het is een heel gedoe geweest. Eerst was de bezorger te laat en daarna had hij een ongeluk op de weg. Hij had een lekker band gekregen waardoor de lading op de weg was gevallen. Wil je me beloven om dit niet aan haar te vertellen? Maak je geen zorgen. Er zijn geen gewonden gevallen, Daphne. De bezorger moest wel de vrachtwagen naar de werkplaats brengen. De stof van de bestelling waar Lorette ligt waarschijnlijk nog ergens langs de kant van de weg. Ik had graag alle pakketjes voor je samen op, maar ik kan het helaas het postkantoor niet onbemacht achterlaten. In een paar dingen heb ik oprapen, maar niet alles wat. Die zin snap ik niet. Zou jij mij kunnen helpen met alle verzamelen van de pakketjes? Als wij dit karweitje snel doen, hoeft niemand dit te weten te komen. Tja, Dirk, dat is lekker slim van jou. Nee, ik bedoel van die chauffeur is lekker slim. En die bezorger is lekker slim. Hij doet niks fout, Dirk. Oh nee, shit. Zo, die heb ik ook. En dan deze. En dan deze. En die. En dan is hij gefinished. Oei. Zo, rijd ik nu even terug. Heel erg bedankt, Daphne. Nu kan ik weer opgelucht ademhalen. Wacht even, ik moet alleen nog... Oh. Daar gaan we dan. Ik moest de stof in een nieuw pakketje maken. Want in de vorige was flink een gat gekomen. Wij kunnen nu alleen maar hopen dat de stof niet beschadigd is. Kun je dit pakketje naar Donald brengen? Bedankt. Ik hoop dat hij niet boos is vanwege de vertraging. Zo, dan gaan we naar Donald. Hey Daphne, jij weet niet hoeveel pech ik heb gehad. Een pakketje voor mij? Nou, hup. Mensen, ga aan de kant. Bedankt. Ik dacht dat ik mijn bestelling nooit meer zou krijgen. Ik moest denken aan alle teleurstellende kanten die ik te woord zou moeten staan. Verdraaid. Maar nu het stof is gearriveerd, maakt het niet meer uit. Eerst had ik naalden, maar geen stof. Nu heb ik eigenlijk stof, maar weer geen naalden. De smid, als hij tijd heeft, kan hij me misschien wel helpen aan een nieuwe naalden. Maar hij heeft het vast wel belangrijke dingen te doen. Hoe moet eigenlijk bij de smid komen als ik buiten ben? Breek ik meteen mijn been of raak ik verdwaald? Verdraaid. Nou ja, ik kan je natuurlijk niet vragen om hem te vragen. Men jij weet vast wel de weg naar Moorlands levensgevaarlijk is. Het is makkelijk om over de stenen te struiken en ongelukkig terecht te komen. Hoop niet op te veel anders. Je zult slechts teleurgesteld worden. Maar probeer eens om met de smid te praten. Als je denkt dat het kan helpen. Nou, dat is gewoon hartstikke simpel met de hoesmaat dat jij, joh. Even kijken, waar moet ik heen? Oké, ik moet daarin. Zo. Dat gaat me echt wel lukken, hoor. Donut. Nou, niet als ik kan springen, nee. Niet als ik niet kan springen. Hij springt niet. Ik druk echt op spatie. Wat een poeppaard. Nou, we
gaan even naar de Smit. En ja, daar heb ik heel veel zin in. Ik ga dit trouwens in delen, denk ik, opnemen. Part 1, part 2, part 3. Want anders wil ik niet. Nee, ik ga denk ik niet een parts opnemen. Ik neem gewoon op wat ik kan opnemen. En anders dan, ja. Dan ga ik gewoon zelf de missies verder doen. Goedendag, Nafte. Het is met mij... Hoe is het met mijn favoriete rijden? Breinalden voor Donald, zei je. Natuurlijk kan ik breinelden maken. Jij weet best dat ik dat kan. Alleen Donald denkt dat de wereld geheel tegen hem is. Voordat ik je kan helpen, moet ik eerst een andere klus afronden. Zou jij ondertussen wat hout voor mij kunnen verzamelen? Om goede Oh my god, ze schrijven hout met een D. Hout maar moet hem voor het vuur gloeit heten. Heel erg bedankt, Daphne. Oké, heb brandhout. Nou, dat kan ik makkelijk, joh. Dat is niet zo moeilijk. Ik dacht even dat ik hem niet kon pakken, maar gelukkig wel. Hier nog eentje. En hier hebben we nog eentje. En... Oh. Hier hebben we nog eentje. En hier hebben we nog eentje. Zo. Bedankt voor het verzamelen van brandhout. Oh, dat was het enige wat je zei. Nu ben ik er klaar voor. Dus Donald heeft nieuwe breinaalden nodig. Waar heeft hij die breinaalden eigenlijk voor nodig? Eet hij ze op of zo? Elke 5 minuten heeft hij nieuwe nodig. Om breinaalden van hoge kwaliteit te kunnen maken heb ik jouw hulp nodig. Wil jij mij helpen? Bedankt. Ga naar het strand rijden en kijk of je donker Jorvikaanse amberstenen kunt vinden. Als ik dat dan vermeng met malm, kan ik een mooi eindproduct fabriceren. Oké. Dat ga ik even doen. Zo, eerste, tweede, oh, je hoeft maar heel weinig. En derde. Je gaat nu weer terug naar mevrouw Lennemanier. Zo, daar ben ik. Dat is geweldig, Daphne. Precies wat ik nodig heb voor de breinaalden voor Donald. Nou mensen, ik denk dat ik hier ga bij laten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer op mijn kanaal en doe een like op deze video. Doei!